Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Mario Sunshine video. Je bent een cheater. Ja, dat klopt wel. In de vorige aflevering heb ik namelijk een level gecheat. Ga het even checken als je dat leuk vindt. En doe hier alvast die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan gaan wij snel door naar het volgende level in Mario Sunshine. En dat is opnieuw een Pienta Village. En dat is Chain Chomp's bad. Oké dan. Dit ziet eruit als een gevaarlijke chain jump. Let's go. We gaan dit bruggetje opnieuw over. En daar is Chain Chomp. Ze hebben opnieuw een probleem. En dit is groter dan al die pups bij elkaar. Als die aan de ketting zit, dan is er geen probleem natuurlijk. Maar als dit ding los is, ja, dan hebben we echt veel problemen. En de eigenaar van dit beest heeft altijd verbrande handen. Oké, maar wat moet ik eraan doen dan? Oké, ik ga even met jou praten. Wat is het probleem? Ik ben degene die eigenlijk vol met stoom zou moeten zijn. Slechte Chain Chomp. Misschien moet ik naar de hot spring gaan om mezelf te kalmeren. Ja, oké. Wat gaan we doen? Moet ik Chain Chomp kalmeren? Oké. Kijk. Misschien dit lijkt te helpen. Kijk, hij wordt al rustiger. Oh, ik zie daar een gat in zijn hoofd. Kijk, hij heeft daar een gat in zijn hoofd. Wat gebeurt er als ik daar allemaal op spuit dan? Kijk, nu is hij rustig, maar moet ik hem dan meenemen? Moet ik dit gewoon pakken? Oh, kijk, ja. En dan zou ik me mee kunnen laten voeren of? Oh, kijk. Oh, hij gaat nu zijn weg. Oh, en dan moet ik hem steeds kalmeren natuurlijk. Ah, kijk, ik snap het al. Ik moet hem kalmeren. Kom op. Ja, oké. Nice. Dus hij gaat soort van zijn eigen weg nu. En ik moet gewoon zorgen dat er water op hem blijft komen. Zodat hij lekker kan gaan chillen straks. Hier, nog meer water. Alsjeblieft. Goed zo. Ga maar. Ga maar, Chain Chompy. Ga maar. Ik weet niet waar je naartoe wil, maar ga maar. Ik vind het helemaal goed. Oh, wacht even. Hij wordt weer lijp. Oh, hij wordt weer lijp. Oké, en hij is weer rustig. Oké, cool. Hij gaat nu de hoek om. Waar ga je naartoe, jongen? Heb je nog meer water nodig? Hier. Nog meer water om je te kalmeren. Ik ga denk ik eens even... Oh, ik kan gewoon hier. Ja, chill. Volgens mij is die onderweg naar zijn bad. Hij wordt nu alleen helemaal lijp. Ik moet nu weer boven op hem wat water spuiten. Is dit genoeg? Net niet. Het is net niet genoeg. Het is net niet genoeg. Hij moet nog iets meer water, jongens. Nog iets meer. Ja. Oké. Cool. En nu? Heb je nou gewoon een rondje gelopen? Moet ik bepalen waar je naartoe gaat? Oh nee, je gaat nu die kant op. Ik denk dat dit nog steeds de goede kant is voor Chain Chompy. Oh, hij wordt lijp. Rustig aan. Goed zo, waar ga je nu naartoe? Je gaat nu deze kant op. Ik ga even naar de overkant van jou, ja? Have you tried the water-filled barrel? Ik kreeg een hint of ik de watergevulde ton heb geprobeerd. Heb ik nog niet geprobeerd, maar volgens mij gaat het nog prima. Tenminste, als die nu nog de goede kant op gaat, dan is het prima. Nee, ja, volgens mij niet. Waar moet die überhaupt naartoe? Ik dacht dat dit goed ging, maar ik weet niet wat ik met hem moet doen. Kijk, nu wordt hij weer lijp. Oké, en als die lijp wordt, dan? Wat dan? Moet ik hem sturen of zo? Oh, wacht! Ja, ik moet hem ergens naartoe laten gaan. En dat doe ik waarschijnlijk door dit soort barrels te gooien naar hem. Kijk, nu komt hij hier naartoe. En als ik dan deze barrel gooi hier... Oh, nee, dit was niet oké. Even kijken hoor. Nu gaat hij... Gaat hij nou naar boven? Ja, hij gaat nu naar boven. Dat is volgens mij de plek waar hij naartoe moet. Oh, ja. Ja, dit is de goede plek. Dit is waar hij moet zijn. Nee! Kom hier. Kom terug. Oh, hij was waar hij moest zijn. Nee, jij komt gewoon hier. Jij komt gewoon nu naar mij luisteren. Chain Chomp, hier, terug, hier naartoe. Jij nare persoon, kom, hier naartoe. Dan trek ik je wel zo mee als het moet. Ja, hier, neem een bad. Hé? Dit is toch super chill? Waarom luister je niet gewoon naar me? Kijk, je bent gewoon een gouden Chain Chomp geworden. Dit is toch relaxed? Hey, Chain Chomp, zie je? Dit is genieten, jongen, in dat water. Luister nou gewoon naar mij. De geheime stad beneden. Oh nee, moeten we nu echt naar beneden? Of... Ja. Oh nee. Hé, hier achter mij is trouwens gewoon zo'n Mario sign. Kijk, blauw muntje. Hoppakee. Nu heb ik 20 blauwe muntjes. Dat betekent dat ik ook 2 shines zou kunnen kopen. Moet ik hier straks naar beneden? Moet ik hier gelijk naar beneden? Oh, wacht. Kijk, een Yoshi-ei. Die moet ik even een peer voeren, blijkbaar. Oké, we moeten even op zoek naar een peer. Eerst kunnen we hier waarschijnlijk nog weer een blauw muntje verdienen. Yes. Waar kan ik peren vinden, jongens? Zit hier misschien een peer in? Nee, helaas. Oh, daar. Aan die boom. Oké, even deze peer pakken.
Yes? Yoshi, ik heb je peer. Ik ben benieuwd welke kleur Yoshi we nu krijgen. Hier, eet smakelijk. Geniet ervan. Ah, we hebben de oranje Yoshi. Ik weet niet wat hier aan de hand is met dat honingding, maar dat vertrouw ik niet helemaal. Ik denk dat ik daar naar beneden moet. Kijk, daar bij die muntjes. Oh, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Niet weer die wind verlagen. Niet weer die wind verlagen. Laat me met rust. Oké, oké, hoe gaan we dit doen? Oh, we bouncen, we bouncen, we bouncen. Oh, nee! Ah, oh, nee! Ik heb zo mijn best gedaan. Het duurt ongeveer 3 uur voordat je een keer helemaal naar beneden bent gevallen en je een keer kapot bent. Ik weet niet, kijk, we vallen en we vallen en we vallen en we vallen. Ik heb het idee dat we gewoon door het level heen vallen. Kijk, het is nu zwart, we vallen... Huh? We staan. We staan onder het level. Wat? Wat is dit nou weer? Oh, kijk nou. Dit is grappig. Dit is leuk. Misschien kunnen we het alsnog halen. We staan nu onder het level. Ja, dit soort dingen blijven altijd wel raar in Mario Sunshine. Ik moet nu mijn spel afsluiten, want ik kan hier niks doen. Oké, jongens. We hebben Yoshi weer, dus we gaan het nog een keer proberen. Hoppakee, bounce maar lekker. En dan hoop ik dat ik nu wel goed land. Oké, cool. Kunnen we nu hier naartoe? Ja. En dan gaan we nu naar deze paddenstoel. Oké. Kunnen we dat uppie zo pakken? Nee? Nou, dan laat ik het uppie lekker zitten, denk ik. Ik ga geen risico nemen door tegen die boom aan te knallen of zo. Waar moeten we nu naartoe? Ik denk niet daar naartoe. Ik denk dat we misschien naar deze moeten. Ja. En dan naar deze. Oh, hier zijn ook wat uppies te vinden. Dus even kijken. Laten... Yoshi werkt dus anders dan in andere Mario games. Je moet hier de knop ingedrukt blijven houden. Want anders kan je niet meer zweven met Yoshi. Oh, Mario Sunshine. Echt, waarom doen jullie me dit aan? Oké, jongens, ik ben weer op dezelfde plek als daarnet. En blijkbaar kan Yoshi ook schieten. Kijk, hij kan ook gewoon... Zo, bla 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 bla. Ik moet alleen even raak zien te schieten. Daar bovenop. Ja, kijk. Oké, ja, kijk. Zie je? Dit wist ik niet. Dit had ik ook uit een ander filmpje. Oké, go. Go, 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 go. Ja, nice. Uppie erbij. Dat andere uppie laat ik lekker zitten. En dan moeten we hierin. En mijn plantenspuitje wordt weer gejat. En dan moeten we daar naartoe. Hey, ik ben Chuckster. Wees maar voorzichtig als je met de andere Pianta's gaat praten. Sommigen die gooien je achteruit. Wat? Oh, wow, 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 wow. Zo dus. Juist. Oké. Ik ga niet met deze praten dan. Ik durf denk ik wel met deze te praten. Ik denk dat die me gewoon de goede kant op gaat gooien. Hallo. Oké, dankjewel. Gaan we voor de grote of de kleine? Laten we voor de grote gaan. Hallo? Oh, 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 oh. Hallo? Wil je ook met mij praten misschien? Hoi. Don't hold back. Rawr. Oh, wow. Anders gooi je... Wow, 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 wow. Hoe gooi je mij? Oké, deze gast gaat mij omhoog gooien. Gooi mij maar omhoog dan. Oh, net op het randje. Oh, je moet er echt denk ik precies goed voor staan dan of zo. Kunnen deze kapot? Ja, deze kunnen kapot, maar ze komen wel weer terug. Ik moet recht voor hem staan, denk ik. Oké. Sta ik nu recht voor hem? Ik vind... Dit moet goed genoeg zijn, jongens. Juist, oké. En nu, we kunnen daar naartoe. En we kunnen daar naartoe, maar daar is dus de shine. Ik wil graag daar naartoe. En ik wil dat je mij gaat gooien op het moment dat je hier in het midden staat, vriend. Oké, doe maar, doe maar, doe maar. Wat? Wat? Waar gooit hij me nou naartoe? Waarom? Maar vriend, jij gooide me net de totaal verkeerde kant op. Jij gooide me net echt super scheef. Jij gaat hier gewoon staan kijken. Oké, misschien is dit een sign. Misschien moet ik met hem praten op de plek waar hij gaat staan kijken. Oh, dit ziet er inderdaad... Oh, dit ziet er beter uit. Ja! Ja! We made it! We hebben het gehaald! We zijn gelanceerd door deze mafkezen en we hebben weer een shine te pakken. Oké, laten we er nog één doen. Oké, dit is nummer 6. En als we snel zijn, doe ik de nummer 7 ook nog. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we eens even kijken hoe we dit gaan oplossen. Oké, hier is iemand volledig in paniek. We moeten binnen 3 minuten 10 Pianta's bevrijden. Oké, 10 villagers zijn getrapped in de slime. Als ik die slime gewoon met Mario weg kan halen, dan lijkt me dat wij dit wel kunnen. Eens even kijken, daar is er bijvoorbeeld 1. Ja, die is weg. Oh, moet ik hem dan ook nog even schoonspuiten? Ja, oké, dat is nummer 1. Zit er hier ook nog 1? Want ik zie hier wel iets gebeuren. Ja, kijk, zie je? En die moeten we dan ook nog even schoonspuiten. Hoppakee, alstublieft. Dit was een kleine droepie. Hier zitten er zelfs 2. En hier krijg je ook ruzie met deze figuurtjes. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eentje is bevrijd. Super tof. Nu nummer 2 nog.
Dit moet wel lukken in 3 minuten, toch? We hebben er nu al 4 namelijk. Tenzij de 1 of 2 echt heel goed verstopt zitten, maar anders gaan we dit wel redden. Kijk, hoppakee, nummertje 5. Is dit nou eindelijk een keer een makkelijk level, jongens? We hebben de laatste 3 afleveringen alleen maar moeilijke levels gehaald, zo'n beetje. En ik ben benieuwd of dit een makkelijker leveltje wordt. Nummer 6. Nice. Ik zie daar al nummer 7 en nummer 8. Dit lijkt me niet heel erg moeilijk. Tenzij inderdaad de laatste gewoon echt heel goed verstopt zit. Nummer 7. Daar is nummer 8. Nummer 9 zag ik net trouwens ook al. Die zat daar net om de hoek. Hier is nummertje 8. Alsjeblieft. Nummertje 9 zit dus hier ook. Moeten we alleen inderdaad nummer 10 nog even zien te vinden. Als we nummer 9 hebben bevrijd. Top. Waar is nummer 10? Zit die hierboven ergens toevallig? Nee, want de muziek verandert nu ook. Hij zou ook toch niet hierin zitten? Kan ik hier naar beneden kijken? Nee, daar zit hij niet. Oké, waar is nummer 10? Nou, ik zie hier helemaal niemand. Dus ik ga maar even deze kant op, denk ik. We moeten sowieso de muziek volgen. Want als we niet in de buurt zijn, dan gaat de muziek uit. Dat zagen we net. De muziek is nog steeds aan. Ah, ja, kijk, hier is de laatste. Oké. Alsjeblieft. Even schoon spuiten die handel. En hoppakee. Dit is nummertje 10. Nou, ik denk dat we nu terug moeten naar die persoon in het begin. Naar die pianta persoon. Dat klinkt echt superleuk. Ik weet alleen niet of dat is voor als we iemand aardig of niet aardig vinden. Jij pianta persoon. Hallo pianta persoon. Ik heb ze gered hoor. Je hoeft niet meer zo paniekerig te doen. Jij bent de redder van Pianta Village. We zijn je wat verschuldigd. Neem dit mee. Dank u wel. Daar hebben we er weer een. Een gloednieuwe shine in the pocket. En dan gaan we ook die 7e nog even doen. Want daarin moeten we achter die blauwe Mario aanrennen. Shadow Mario runs wild. Ik ben benieuwd waar hij hier allemaal naartoe rent, jongens. Hij staat ons op te wachten. Daar aan het einde van de brug. Kom dan. Ik pak jou, vriend. Ik pak jou. Hij rent er al gelijk vandoor. Oh, kijk. Hij laat wat vuur achter in dit level. Oké, dat is sick. Dat is sick. Dan moeten we even voorzichtig doen. Hij begint te springen. Ja, je begint maar lekker te springen. Oh, er komt ook gewoon wind nu. Oké, deze is blijkbaar wel iets lastiger. We moeten even wegspringen van de wind. Hij heeft even een leuk rondje gelopen. Nou, thanks. Bedankt dat je terugkwam. Ik schiet wel aardig veel raak. Ik weet niet waar je helemaal naartoe begint te springen, vriend. Oké, ja hoor. Hij was gevallen. Volgens mij over zijn eigen benen. Lekker hoor. En daar is ook shine nummer 37. Dit moet even overnieuw. En daar is ook shine nummer 37, jongens. We hebben hem. Lekker. En dat was weer de video van vandaag, jongens. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor de tofste Nintendo video's elke dag. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!